September 1999, de Benthuizerstraat in Rotterdam-Noord wordt opgeschrikt door een schietpartij bij Wopie Do, de elektronica-winkel van Hans Leijsen. Leijsen komt daarbij om het leven. Zijn vrouw Linda V. vlucht na geld opgenomen te hebben met haar nieuwe man Sjaak M. naar Costa Rica. En nadat ook dat huwelijk op de klippen loopt, gaat hij praten. Samen met een reeks andere aanwijzingen en verbanden komt justitie uiteindelijk tot de conclusie dat Linda V. haar man heeft laten vermoorden. Zo bleek vanochtend tijdens de rechtszaak. Er past alleen een onvoorwaardelijke vrijstraf van lange duur. Ik verzoek u aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 15 jaar. Met aftrek van de ondergaande voorlopige hechtenis en de ondergaande uitleveringsdetentie. Linda V. zelf zweeg tot nu toe over de zaak. Dat past volgens justitie bij haar persoonlijkheid. Verdachte maakte op het Openbaar Ministerie de indruk van een harde, verbitterde persoon. Kil, manipulatief en berekenend wanneer het om haar eigen voordeel gaat. De advocaat van Linda V. vindt dat het betoog van justitie bol staat van verbanden die vermoed worden, maar niet keihard zijn bewezen. Wat het Openbaar Ministerie doet is handig gebruik maken van het circumstantial evidence. Nogmaals, in combinatie met slechts één getuige. Er is geen enkel direct bewijs in deze zaak waaruit blijkt dat Linda betrokken zou zijn bij de moord op Hans Leijsen. Voor familie van het slachtoffer, waaronder de vader van Leijsen, lijkt nu na bijna 11 jaar duidelijkheid te komen. Hoe heeft u die 10 jaar doorgemaakt zonder uw zoon? Ademhalen en elke keer op straat zie je hem lopen. Dat zijn er. En de rest hou je schouders op en ga door, want er zijn andere zaken die ook belangrijk zijn. Voor justitie is de zaak rond. De vraag is of de rechtbank er ook zo over denkt. En die doet over een paar weken uitspraak.